Vandaag zijn we met GamerZ bij Eindbaas in de Melkweg in Amsterdam. Het is inmiddels alweer de 16e editie en Eindbaas is eigenlijk een feestje van chiptune muziek. En chiptune wil zeggen muziek gemaakt met Gameboys en NES'en en Super Nintendo's. Eigenlijk allerlei oude gameconsoles. Daar wordt ontzettend gave dansbare muziek mee gemaakt. En wij gaan kijken of het hier een beetje een nerdy, sfeervolle bedoeling is. Het gaat hier achteraf flink los en ja, we weten eigenlijk niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar we gaan het ontdekken. Jij en ik, samen met GamerZ en Eindbaas. Cameraman wordt weer afgeleid. Ja. Hey. Cameraman krijgt alle chicks, weet je. En Daniel wordt weer afgeleid door een of andere mooie dame die hem iets vraagt terwijl hij aan het filmen moet. Ja. Hey, ik sta hier met Tim Bob. Jij runt deze merchandise winkel. Wat verkopen hier allemaal? Eigenlijk veel te veel. Ja. Wat we verkopen is muziek van artiesten die optreden. T-shirt van de mensen die hier optreden. En van Eindbaas zelf natuurlijk. Ja, ja. We hebben wat Gameboys. Ja, want vertel eens iets over die Gameboys. Dit zijn een soort custom Gameboys, geloof ik. Klopt. Ik koop de Gameboys en ik bewerk ze helemaal. Zodat ze backlight hebben in het scherm, zodat je in het donker kan optreden. Er zit een extra geluidsuitgang, zodat je een soort line-out hebt. Minder ruis, beter geluid. En ze hebben natuurlijk een spiffy kleurtje erop zitten. Ja, ik vind ze sowieso heel mooi, maar ik begrijp, kan ik er nog Tetris op spelen? Of zijn ze echt alleen maar om muziek mee te maken? Je kan er zelfs beter Tetris op spelen. Oké. Ik krijg een hogere highscore als ik op een van jouw Gameboys speel? Nou, je kan in ieder geval wat je vroeger deed, zeg maar, onder de lakens met een zaklamp Tetris spelen. Dat hoeft nu niet meer, zeg maar. Dus je bent gewoon een stuk geconcentreerder. Maar hoeveel verkoop je nou van deze Gameboys op een avond zo? Ik heb er nu al 6 verkocht. 6? Ja. Wow, en hoeveel gaan ze op de kop? Hangt er een beetje vanaf. De meeste die helemaal compleet geverfd en alles zijn 95, 90 rond die prijs een beetje. Nou, mooi! Ja. Ik vind het een fantastische onderneming. Ik zou zeggen, verkoop lekker door en misschien spreken we vanavond nog. Bedankt Timbo. Ja, graag gedaan. En veel plezier. Heb je nog een final thought? Lekker dansen. Ja! Yeah! Mooi, bedankt.
Ik zit hier naast Chibitech en Chibitech heeft een fantastische set gedraaid. Ik heb mezelf helemaal kapot gedanst. Mijn stem is een beetje weg, maar ik ga toch een interviewtje met haar houden. En we gaan kijken hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd. Hier gaan we. Zo, Chibitech. What is your inspiration to this awesome chiptune music you make? I don't know. Like, I do it for a living, actually. Like, I work for a video game company, and I... Wait, what company you work for? Oh, well, it's a Japanese company called M2. M2, do we know that? Do we have any games from the... I don't know. Well, there's we do mostly, like, emulation of, like, older consoles. Oh, so like the NES and the Game Boy, right. The stuff you use to make the chiptune sounds, right? And basically what I do is that I provide, like, a... like extra but like a bonus material in that requires their, like, you know, like the old sound chips and stuff. Yeah, the really old retro sounds which you use, like, in your music, and I love it how you do that. But do you perhaps have, like, any games you can name that maybe made your inspiration, that maybe made you play the way you play now? Well, like WrestleMania, or even like WrestleMania isn't that obscure. Yes, that's I don't know. It's weird stuff, but like, I don't know, like Ninja Gaiden. We all know Ninja Gaiden, and that's a good game. That's a good one. What are some other, like, games you enjoy? What are just some games you enjoy? Not typically inspiration, but games you just like to play. Right. I don't know. I'm trapped in like the mid 90s. Where I basically play, like, I'm like an idiot savant in one Neo Geo game. A Neo Geo game? Yes. Which one? Twinkle Stars Rights. Do we know that? I don't think we know that. That's very niche, right? That's not that big. Yes, it's a shooter game, actually. Do you mainly play that kind of games, or do you also, like, do you own a new console, like an Xbox One or a PlayStation 4? I use a new consoles just because, like, you know, I work for a video game company that does that kind of... You should game a lot. Yeah, but you know, for my heart is mostly on retro video games. I know it sounds a little cliche, but, like, you know. But it is cliche, but it is awesome because you make that retro music really sound good. I'm feeling nostalgic when I listen to your music. I'm like, yes, the 90s retro games. Right. Yeah, you do them really good. Yes. I want to thank you. Oh, thank you. and you had a lot of drinks, right? Oh yeah, I'm kind of inebriated right now, so. Yeah, you're kind of tipsy. I want to thank you for this little short interview. Thank you. And I want to say, have a good night, party a lot, enjoy Amsterdam. And if you have a final thought, just, this is your moment, this is your spot. No final thought. Oh man, I am so drunk. I like that as a final thought. I want to thank you. Thank you a lot. That was really great. Thank you. And you? Are you nervous? Yes. No, you shouldn't be. I'm not nervous. Calm down. It's okay. We'll have a drink. Yes. Okay, let's go.